het is nooit alleen maar om het geld of alleen maar om de business of alleen maar om het succes. Het zijn al die diepe lagen die voor shifts zorgen. En ik begrijp het wel. Het is soms zoveel makkelijker om met de praktische dingen bezig te zijn. Om een ondernemersplan te maken of om je ideale klant uit te schrijven of om een... En het is ook allemaal belangrijk. Ik zeg niet dat het belangrijk is, niet belangrijk is, want dat is het zeker wel. Het heeft allemaal zijn tijd en zijn plek. Maar heel vaak gebruiken mensen het om uit de weg te gaan wat ze werkelijk aan moeten kijken. En dan is het niet meer oké, want dan hou je jezelf op dezelfde positie. Zelfs als wat jij vaak zegt, Niek, bij mensen die bij jou komen, dat ze dan eerst weer de zoveelste vakinhoudelijke opleiding gaan volgen, voordat ze gaan leren hoe ze een echte ondernemer moeten zijn. Want daar komen net zoveel obstakels bij kijken. Want waarom ben je niet zichtbaar? Daar zit ook een boel bullshit achter. En waarom doe je niet aan marketing? En waarom doe je niet aan sales? Dat is veel moeilijker om naar te kijken dan om nog beter in je vak te worden. En de meeste mensen zijn al gewoon zo geweldig in wat ze doen. Dus dan is er vermijdingsdrang. En ik heb ook wel eens vermijdingsdrang. En soms is dat oké. Want dan ben ik gewoon niet bereid om ergens mee bezig te zijn, om daarnaar te kijken. Maar als je wil groeien, dan komt er een punt dat het niet meer oké is. En dan zal je het in de ogen moeten kijken. En dan zal je tegen jezelf moeten zeggen, ja, wat de F is hier aan de hand. En nou ga ik er ook gewoon doorheen. Nou ga ik gewoon kijken wat er aan de hand is. En om het vervolgens ruimte te kunnen geven en daar gewoon geen genoegen meer mee te nemen. Kijk, er was zo'n periode. Eigenlijk het grootste deel van mijn leven, en misschien heb ik er nog steeds af en toe last van. Dat ik probeerde om de pijn uit de weg te gaan. Dat was ook in de eerste instantie waarom dat ik de wet van aantrekkingskracht zo fascinerend vond. Omdat ik dacht, dan heb ik nooit meer pijn of ongeluk of wat dan ook. Maar dat is ook vermijdingsdrang. Weet je, en ik merkte ook dat het niet werkte voor me. En dat het ook niet wegging, maar het enige wat ik deed was... Ja, het zit toch in mijn energieveld. Dus ik creëerde er toch van alles mee. En nu heb ik ook geleerd om van die andere kanten van mezelf te houden. Om van die pijn die er soms gewoon nog steeds is en die naar boven komt, om het ruimte te kunnen geven. Om te weten dat het er ook gewoon mag zijn. Dat het ook soms gewoon af en toe zelfs fun is. Om daarmee te spelen. En dat, ik zeg dat wel vaker. Soms dan creëer ik gewoon drama. Omdat het anders gewoon... Dan is het te rustig in mijn leven. En dan kan ik dat niet handelen. En dan creëer ik gewoon een soortje drama. En dan moet ik door dat contrast heen. En dan ben ik gegroeid aan het eind. En dan heb ik weer meer geld. Weet je? En dat voor mij helpt dat heel erg. Maar het is niet wat de meeste mensen doen. Of wat ze normaal vinden. Of waar ze mee kunnen dealen. Zeg maar. Dus... Maar dat is mijn manier. En voor mij helpt het juist om hele grote stappen te nemen. Dus ik ben ook echt van afgestapt om mezelf daar geen toestemming meer te geven. En om alles weg te drukken. Want dat werkt gewoon niet meer. En ook dat brengt geld me allemaal. En... wat ik nog wil doen als allerlaatste, en ik ga straks verschrikkelijk veel mensen heel erg hartelijk bedanken. Maar waar ik het net over had, over de pijn en dat toelaten en voelen, weet je. Voor mij betekent het zoveel om alles van mezelf te mogen voelen en toelaten. Want ik heb mezelf zo lang ontkend, wie ik was, wat er omhoog kwam. Wat ik wel wilde aankijken, wat ik niet wilde aankijken. Wat andere mensen in me losmaakten. Op welke manier ik mezelf ontkende. En het was op een dag gewoon niet meer oké voor me om dat er niet te mogen laten zijn.